Directeur Konrad Issa van Lucky Store is van mening dat erop toegezien moet worden dat ondernemers geen misbruik maken van de wet belasting over toegevoegde waarde, de BTW. Het is naar zeggen van Issa absurd dat ondernemers ondanks de moderne tijd zich niet al te makkelijk lenen voor verandering. Waar ik geen respect voor heb en waar ik niet denk dat de Belastingdienst te veel rekening mee moet gaan houden, is met ondernemers die zogenaamd de taal niet beheersen, die zogenaamd een kassa hebben. Luister, om nu in moderne tijden zaken te doen, moet je zijn er regelgeving. Er zijn regelgeving met betrekking tot compliance, er zijn regelgeving tot belastingen. En als de wet het voorschrijft, dan moet jij je eraan gaan houden. Dus wat dat betreft hoop ik dat de Belastingdienst ook de controle over een paar weken gaat beginnen in te voeren, zodat er bij de implementatie van BTW niet een situatie gaat ontstaan dat er nog meer oneerlijke concurrentie gaat zijn voor de bedrijven die zich wel houden aan de BTW-regels. Issa is van mening dat de Belastingdienst het tot een prioriteit moet maken een controlesysteem in te bouwen op de manier een controlesysteem op te bouwen. Op die manier kan het beter gemonitord worden welke ondernemingen zich houden aan de toepassing van BTW.